Ma, ek wil nie met hom praat nie. Ek is lief vir jou. Vir meer as 2 jaar het ek aan niemand anders, niks anders gedink as jy nie. Elke dag. Jy weet, ek sal doodgelukkig wees as ek maar net weer een sekretaresse kan wees vir iemand. Iemand soos Albert Jooste. Dis al wat ek wil hê. Dis al. Kan jy nie weer verloor nie? Ek was nooit een besitting wat jy kon hou of kon verloor nie, Steve. Dit kan net gebeur met iets waardeloos soos geld. Jy kan dit verloor. Dan maak het ook nie eindelijk hier saak. Nou, Steve. Janne, wacht. Dis al wat ek ooit gedoen het. Wacht. Jou kop laat lees, Liana. Steve kruip achter sy trots weg. En hy sal nie weer die guts hê om daar uit te kom en vir jou te kom soek nie. Ek het reg gekry om dit vir hom te sê, man. Het voel soos 'n voeltjie wat uit die hok ontsnap het. Voels wat nou ook mak gemaak is en wat dan wegvlieg. Vrek op die ou end, Liana. Want hulle het nooit geleer om achter hulle self te kyk nie. En hulle het nie een nest nie. Môre, man. Nie jou oog op mekaar gehad gestaan nie. Jy lyk om my te sien suffer. Ma, gaan net nie weer begin torring oor Steve nie, ma. Ek gaan stad toe. Bruce kom vandag voor. Hoop hulle gooi die sleutel so ver weg, dat hulle hom nooit weer kry nie. Jy sal beter doen om vir Steve te loop, sê jy, sorry. Jy smyt alles weg oor vals praat, Liana. Die baby met die badwater. Hoor wat ek vir jou sê. Ma is reg. Ek het my trots teruggekry. En liever laat as nooit. Mens moet trots eers sluk, voor jy kan brek dat jy hom het. Koei! Gou, telefoon vir Liana. Wie is dit? Prokureurs, ek kan nie die naam onthou nie, maar die meisies het is dringend, is ek oor Bruce. Jy gaan nie weer met Bruce en dit deur mekaar raak nie. Steve sal jou nooit vergewe nie. Los dit! As die dag eers so begin, dan weet jy sommer. Ek gaan vir Liana vrou oor daar die prokureur. As ek goed is, vat ek om Sari te prosedeer. Weer hulle tot vandag toe nog nie die telefoon of Bruce se kamer betaal en ek is net op. Dit help nie. My bloed uit die klip trek nie. Liana, jy is hier. Koot Hofmeyer se kantoor. Maar waar is hy? Ja. Ja, goed. Maar wat is die probleem? Wel dan... Ja, goed. Goed, ek sal. Fout waarvan die meter vertel het te maak. Dit is een verantwoordelike werk. Maar die meters is duidelijk gemerk. En hy kon gesien het as hy te veel afdraai en net gekyk het wat hy doen. Hy was een nieuwe werknemer by die fabriek. Dis waar, ja. Word alle werknemers by die fabriek ontslaan as hulle een eerste fout begaan?
Hij was een rechte moeilijkheidmaker. Ik was zijn voorman en bijna elke dag met hem een of ander probleem gehad. Het is niet wat ik je gevraagd heb, meneer Smit. Antwoord alsjeblieft niet ja of nee. Hij was lui, opstandig en een bekleier. Word werknemers bij die fabriek ontslaan als ze een eerste fout begaan? Nee, maar hij heeft meneer Anderson gedreigd. Hij heeft voor ons allemaal gezegd hij zal wraak nemen. Ik zal mijn kans krijgen. Hier jou laat niet op hem trappen. Pas op. Sê vir Steve Anderson, hij moet mij liever niet vergeten. Liever niet. Ik weet niet wat ze hier gaan inkomen, nie, jong. Dat is het dus maar weer. Wat zijn ons dan nou, maar? Wacht, ons is een beetje vroeg. Laat ik gaan hoor. Ons is een beetje vroeg. Dat is je probleem. Jullie kan maar beginnen. Ons is recht. Oops, it crazy. Hij is taai van kop tot tone. Mama, moet hem niet zo veel lekkers voeren. Ach, het was het enekie. Hij is dol op die geelekies. Het kan hem meer erg kwaad doen. Ik ga hem in die boonste kamer laten spelen. Hulle is hier. Kom. Kom, ik denk dat je kunt scoren. Mama, je voelt lekker. Wat ze werk het jy gedoen vir meneer Meiberg? Ek was sy persoonlike assistent. Moes sy briewe skryf en sorg dat hy alles het wat hy wou gehad het. Meneer Meiberg het 'n maagsweer gehad en hy kon net party soorte kos eet. Was meneer Meiberg getroud gewees? Nee. Sal jy nou vertel wat meneer Meiberg se verhouding was met die beskuldigde? Meneer Meiberg het my gesê dat Bruce Beyers hom gevra het om vir my 'n cover te gee sodat hy die fabriek kon sabotage. En was daar enige geld betrokken bij die transactie? Meneer Meiberg het vir my gesê dat ons 'n cheque van 100.000 rand sou kry as betaling as ons het vir hom sou reël. Ek het niks meer vra nie, lagbaar. Vraag my. Meneer de Tweed, het die beskuldigde persoonlik geken? Ek het hom net vir een of twee keer gesien toe by die Chinese restaurant toe hy met meneer Meiberg kom praat. Het hy uit vrye wil gekom om met meneer Meiberg te praat? Meneer Meiberg het hom gevra om sin te kom. Meneer Toy eet al meneer Meiberg se geldsaak hanteer. Ja. Is daar ooit 100.000 rand inbetaal? Dit was die probleem. Meneer Meiberg het nou net gesê broer skuld om die geld van die werkers klaar gedoen gewees. Dus daar is nooit so 'n bedrag, 100.000 rand, inbetaal op die beweerde transaksie nie? Nee. Is goed om jou te sien, Liana. Jy het 'n vreemdeling geword, Bee. Waar ek vandaan kom, kan mense nie prokureurs bekostig nie. Dag, Koot. Ek het nog nooit 'n kliënt weggewys omdat hy dalk nie 'n rekening sou kon betaal nie. Die van ons wat dit nodig sê, hou nie van liefdadigheid. En die wat dit nie nodig het nie, dink dis 'n geboortereg. Reg?